Jij denkt van jezelf, oké, die skills kom ik tekort, dus die ga ik leren. En dan ga je het leren omdat je het zelf wil leren. Ja. En dat is natuurlijk de key in dit. En niet omdat je het moet leren. Omdat iemand anders heeft bepaald dat dat goed voor jou is of voor je ontwikkeling. En dingen gaan pas hun eigen gang als je beseft dat controle niet bestaat. Wat je ook in deze documentaire serie ziet, ik heb veel gebruik gemaakt van natuurbeelden. Ook wat gefilmd is onder andere in Canada en in Schotland, waar ik daarvoor geweest ben. En je ziet dat water steeds stromen. En dat is niet voor niks. Het zijn metaforen die erin verwerkt zijn. Want dingen moeten hun natuurlijke weg vinden. En je moet dingen niet gaan beknotten. Je moet geen dammen gaan bouwen. Dingen moeten zelf kunnen stromen. En dan gaat het goed. Het bijeffect van op deze manier nadenken over leren en ontwikkelen is dat je mensen heel passief maakt. Dat je mensen volgzaam maakt. En dat heeft dus niet eens zoveel te maken met leren. Maar alleen maar met proberen dingen te onthouden. Dat is zo bizar. Eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat zo bizar. Filmmaker Zeno Groenewegen maakte een geheel zelf gefinancierde documentaire om kritisch en anders te kijken naar het onderwijs en ruimte te maken voor discussie. Met als doel een ander en beter onderwijssysteem voor toekomstige generaties. Ik bespreek met hem zijn documentaire tweeluik Onderdrukt. Dat staat voor presteren onder druk, maar ook voor onderdrukking. Is ons huidige schoolsysteem echt zo problematisch? En zo ja, wat zou er dan anders of beter kunnen? Welkom in de Blackbox Studio. Grappig genoeg ben jij heel vaak in de Blackbox Studio, maar dat is een studio verderop voor Blackbox Today, want daar hebben we elkaar leren kennen. Klopt. Jij bent geluidsman bij ons en voor mij totaal niet bekend wat je allemaal deed. En toen ineens vertelde je dat je ook filmmaker bent en allerlei grote producties hebt gedaan en ook een documentaire hebt gemaakt. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Zometeen dus meer. Maar ik wil eerst voor de mensen die kijken even kort. Wie is Zeno Groenewegen en hoe kom je aan die mooie voornaam? Ach, ja. Mensen zeggen altijd als ze die voornaam horen, waar kom je vandaan? Wat is je achtergrond? Welk land? Maar het verhaal is niet zo romantisch als het misschien zou kunnen zijn. Het is een Griekse naam. Het komt uit de Griekse mythologie. Maar mijn moeder, die destijds als jong meisje bij Vrome Dreesman werkte, als bediende, die had een collega en die heette zo. En toen kreeg ze een kind, dat werd ik. En toen werd de naam Zeno. Dus het is mooi, dat kan ik niet maken. Ja. En ja, je hebt van alles gedaan in de film- en tv-wereld. Ik zou aan jou kunnen vragen van vertel erover, maar we kunnen er misschien beter even naar kijken, want ik heb hier een korte showreel met een impressie van allerlei prachtig werk wat Zeno eerder heeft gemaakt. Boom, shakalaka, boom, 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 al die meisjes van links naar rechts. Ja, een mooie impressie van allerlei videoclips die je hebt gemaakt. Onder andere voor André Hazes junior, Leef. Bekend nummer, iedereen kent het. Ja. En dit is dus regiewerk wat je hebt gedaan. Regie, camera en concept. Er was een tijd, dat is nu minder, want de muziekindustrie is totaal veranderd. Maar dat ik heel veel videoclips heb gedaan. En op een bepaald moment kwam ook inderdaad André Hazes via zijn platenmaatschappij op mijn pad. En daar is deze plaat uitgekomen met, wat stond hij inmiddels, 50 miljoen hits of zo. Enorm. Dus dat is mijn best bekeken clip ever. En of ik het ook nog ga overtreffen, ik weet het niet. Ja. Ik hoop het. Ja, en wat ik zo leuk vind aan jou is, je loopt bij ons in de studio altijd zo bijna onopvallend rond. En dan doe je de daspeltjes. Je hebt hem zelf net ook opgeknoopt. Doe je om bij onze gasten. Maar ja, je bent gewoon heel erg multidisciplinair. Hè? Dus regisseren, camerawerk. Je hebt dus nu die documentaire gemaakt. Nogmaals, we gaan er zo meteen naar kijken. Maar je bent ook voice-over. En je doet ook acteerwerk. Laten we eens even kijken naar een aantal mooie voice-over producties van Zeno. Vol met karakter. Vol met IAM's. Voetschimmel en kalknagels zijn erg vervelend. Paddington! Een groot avontuur. Paddington, het ideale hotel al gevonden. Een film die je niet mag missen. Alweer 5 punten voor Frosty. The Hunger Games, Catching Fire. The 75th Hunger Games! Nu op DVD, Blu-ray, video on demand en iTunes. Ja, The Hunger Games, daar heb jij ook de voice-over voor gedaan voor de film. Een hoop mensen hebben het gevoel dat de wereld een beetje richting Hunger Games gaat.
Jij hebt je niet voor niks bij Black Box aangemeld om bij ons geluid te komen doen. Hoe is jouw wereldbeeld eigenlijk, Zeno? Ja, mijn wereldbeeld is ook een beetje ingegeven door vader van drie dochters. Is wel iets wat zorgelijk is. Er gebeurt natuurlijk een hoop om ons heen. En als je kijkt van een maatschappij waarin jongeren nu leven en moeten presteren, en de dingen die ze meemaken en hoe dat veranderd is in de tijd dat ik jong was, is er heel veel druk vanuit alle kanten. Onder andere vanuit het schoolsysteem. Vanuit het schoolsysteem. En dat is natuurlijk reden geweest om deze documentaire te gaan maken. Maar het is een wereldbeeld wat continu in verandering is. En ik probeer er wel bovenop te zitten en ook mijn eigen kinderen te laten merken en mee te geven van nou, wat je overal ziet. En dat geldt van alle media die er zijn natuurlijk. Hè. Je hebt de reguliere media, maar ook TikTok, Instagram, wat ze tegenwoordig de jeugd om kijkt. Wees kritisch. Dat probeer ik mijn kinderen mee te geven. Niet alles wat je hier ziet is de waarheid. En probeer zelf altijd na te denken of wat jij ziet en wat je denkt dat zo is, of dat wel zo is. Dus denk er altijd over na. Dat probeer ik altijd mee te geven. Ja, maar dit is ook iets wat een vader zou kunnen vertellen die heel erg graag naar het NOS-journaal kijkt. Absoluut. Maar er is veel meer media dan NOS natuurlijk. Ja. En tegenwoordig is TikTok, om een voorbeeld te noemen, is voor heel veel jongeren is dé nieuwsbron. Ja. Want aan tafel komen er wat gesprekken op gang over ik heb dit gezien en dit is de hand in de wereld. En dan vraag ik altijd, wat is je bron? Waar heb je dat dan gezien? Nou, op TikTok. Nou, dan zeg ik altijd, sinds wanneer is TikTok de meest betrouwbare nieuwsbron ter wereld? Je bent een man met heel veel talenten, maar je hebt dus dat tweeluik gemaakt, onderdrukt. Ik heb hem samen met mijn vrouw bekeken. Ook zij vond het heel erg fascinerend en herkenbaar ook, want zowel zij als ik zijn zelfstandig ondernemers en wij hebben de school doorlopen met het gevoel dat het toch een soort van openluchtgevangenis was. Ik heb het nooit als heel prettig ervaren, hè, die dwang die er was. Dat komt in jouw documentaire ook heel duidelijk naar voren, hè, dat schoolsysteem zo onder druk staat met dat moeten. Wat is voor jou de reden geweest om te zeggen, ik ga een documentaire maken over dit onderwerp en ik ga daar zelfs eigen geld in steken? Die is tweeledig. Als ik terugkijk naar mijn eigen jeugd en mijn eigen schoolperiode, we hebben dezelfde ervaring. Ik heb dat nooit leuk gevonden. Ik moest naar die school toe. En mijn ouders zeiden altijd van, dat moet voor later, want het is goed voor je. Want anders kom je nergens als je die school niet hebt gedaan. Dus dat was één. Het hele schooltraject, en als ik me kan herinneren, vanaf de lagere school tot aan de middelbare school, was een moetje. Ik moest daarheen en ik moest dat diplomaatje halen. Dat heeft altijd al in me gezeten, dat gevoel van daar klopt iets niet in het systeem. En later, toen mijn oudste dochter Fleur, die ook in de documentaire te zien is, die is vastgelopen in VWO 6. Heeft haar hele schoolcarrière ontzettend de best gedaan. Heeft keihard gewerkt om dat niveau te bereiken. De druk die ze op zichzelf heeft gelegd is nooit gekomen vanuit ons, van mij en mevrouw uit als ouders. Maar vanuit haarzelf. Want ik moet vanuit de maatschappij dit doen om beter te worden, om geaccepteerd te worden, om maar iets te bereiken. En die heeft zichzelf in VWO 6 echt kapot gewerkt. Met als eindresultaat een burn-out. En die heeft een jaar lang thuis gezeten, in de bed gelegen om te herstellen. Die kon niks meer. Sliep alleen maar, kwam de bed uit om te eten, ging weer naar bed. Dus het was een heel moeilijk, emotioneel proces. Zeker voor ons als ouders om dat mee te maken, want het is verschrikkelijk om je kind zo te zien. En die ervaring drukte me echt met mijn neus op de feiten. Van ja, wat is hier nou mis met dat systeem? Wat gebeurt hier nou? En dat in combinatie met mijn eigen ervaring dacht ik ga dit onderzoeken. Hoe gebeurt dit? En mijn eerste reactie was eigenlijk, ben ik nou gek? Ben ik de enige die dit ziet of hier zo over denkt? En ik ging zoeken online naar boeken, naar auteurs, naar producties erover. Ik kwam niet zo ver. Uiteindelijk kwam ik wat auteurs tegen die hierover geschreven hebben, over dit onderwerp. Die ben ik gaan lezen en zo gaat het balletje rollen. En de ene auteur die benaderde van nou, ik heb dit idee, ik wil een documentaire over maken, want ik vind dit heel belangrijk om dit verhaal te vertellen. En die zeiden, die moet je eventjes gaan bellen en je moet die gaan lezen. En dan gaat er een balletje rollen en kom je steeds verder. En aan de hand daarvan heb ik eigenlijk een aantal mensen geselecteerd, waarvan ik dacht, die hebben iets te vertellen, die begrijpen het verhaal zoals ik het ervaren heb. En die kunnen dat vanuit een andere invalshoek
kunnen die daar iets over vertellen? En toen zijn in mei 2022 zijn de eerste opnames van start gegaan. En van daaruit is het verder gaan rollen. Ja, laten we even kijken naar een promo. Een korte promo waarin Zeno zijn drijfveren uitlegt. Maar waarin we ook kunnen zien waar de documentaire Het Tweeluik in essentie over gaat. Mijn naam is Zeno Groenewegen. Ik ben maker van de onderwijsdocumentaire serie Onderdrukt. De schaduwkant van het onderwijssysteem. Een titel die niet zomaar gekozen is. Wat ik heb gemerkt is dat je fantasie en je creativiteit echt vernietigd wordt. Ik kon het gewoon niet bijbenen. De druk lag heel hoog. Wijt is vaak dat het industrieel is. Ja, dat is eigenlijk ook al zo. Kijk, wat je doet als je op school zit, is dat je langzaam steeds bekwamer wordt in het zijn van een leerling op school. The system that we've been following now for many years is not actually successful in terms of creating human beings. Het lukte me niet meer om goed te leren. Mijn cijfers gingen sterk omlaag. Ik was gewoon altijd moe. Ik moet nog meer leren. Ik moet nog beter mijn best doen. Je raakt al je creativiteit kwijt. Je raakt je initiatief kwijt. Je raakt je motivatie kwijt. Want het gaat je alleen maar om iets te presteren wat op een bepaald moment van jou gevraagd wordt. Ik moet dit doen om beter te staan in de maatschappij. Je moet altijd doen wat anderen zeggen op school. Dat alle problemen in het onderwijs terug te relateren zijn aan dwang. Mentaal helemaal uitgeput. Gewoon. Ik kon niet eens meer nadenken. Het enige wat ik kon doen was huilen en slapen. Ik heb gesproken met hoogleraren, onderwijskundigen en leerlingen in 8 verschillende landen om dit probleem in beeld te brengen. Maar vooral om te kijken hoe het anders kan. We strongly believe that all people are different. We learn in different ways, at different paces, and that the traditional school was not catered to allow personalization. Bei uns spielt das Soziale in der NSH ist das soziale Miteinander, die Interaktion zwischen mir und allen um mich herum, allen Menschen, eigentlich der Hauptbestandteil. The longer the day is, it doesn't make it more effective. Horror if they have 8 lessons per day. Subjects are often taught in isolation of each other, so you get chemistry, biology and such like. But in reality, that's not the way the world works, because when you walk outside, you don't see chemistry over here and biology over here, social subjects down here. You encounter the world as it is, as it presents itself to you. De kern van regulier onderwijs is toch eigenlijk gewoon 14 jaar lang doen wat anderen vertellen dat je moet doen. 20 jaar van 4 tot 24, dat is de 20 jaar dat je in de gevangenis zit, we noemen dat school. Ik heb deze documentaire gemaakt om kritisch en anders te kijken naar onderwijs en ruimte te maken voor discussie. Met als doel een ander en beter onderwijssysteem voor toekomstige generaties. Bekijk deze documentaire serie en deel hem op social media. Dankjewel. Ja, jullie zagen het Blackbox logo op het einde. De documentaires Onderdrukt deel 1 en 2 zijn deze week dus te zien op blackbox.tv. Donderdag aanstaande de 16e deel 1 en zaterdag de 18e deel 2. Kijk naar die documentaires, want het bijzondere is dat Zeno ook aanwezig is op de Blackbox Meetup op zaterdag 25 november. En dan gaan we een paneldiscussie doen over het onderwijssysteem, ook met contraire denkers. Dus dat wordt super interessant. Zeno, de documentaire is gemaakt in een kwaliteit dat ik zou zeggen NPO-waardig. Ben natuurlijk trots dat wij het mogen uitzenden hier op Blackbox, maar ik vind eigenlijk dat het een groter podium verdient. Heb je het geprobeerd bij publieke omroepen of bij commerciële omroepen? Commerciële omroep niet, omdat commerciële omroepen altijd documentaires willen die entertainment gehaald hebben. Als je een documentaire maakt over Michael Jackson, Max Verstappen, Roelvink, noem maar wat op, dan kun je er met recht bij een commerciële omroep, want dat is entertainment, dat is leuk. Als je wat dieper ingaat op een onderwerp, dan kun je bij een NPO terecht. En ik heb versie 1
bij NPO aangeboden. Dat was een langere versie. Die was 1 uur en 3 kwartier. Die was veel te lang. En daar zeiden ze van, ja, in het enorme aanbod van wat we hebben aan documentaires vinden we het te lang en er zit te veel repetitie in en worden te veel dezelfde dingen gezegd. Heb ik meegenomen in mijn hermontage, want daar zat zeker een kern van waarheid in. Dus de versie die ik nu heb gemaakt is 3 kwartier. Dat is een mooie lengte. Maar ook dat werd niet geaccepteerd. En uiteindelijk heb ik wel gesproken met Omroep Ongehoord Nederland. Die zeiden, wij willen dit graag hebben, wij willen het uitzenden. Maar een omroep in het publieke bestel mag niet zelf bepalen wat hij uitzendt. Dat is een probleem. Heel raar natuurlijk, als jij leden hebt en je hebt een reden om in dat publieke bestel te zitten. Maar er zit een programmamanager op en er zit een afdeling inkoop op, die in dit geval bij de documentaires wordt geleid door de VPRO, dat is de drempel die genomen moet worden. En die hebben bepaald dat ze dat toch niet zien zitten om hier iets mee te doen. Dus ik ben ontzettend blij dat ik dit wel kwijt kan bij Black Box. Ja. Ja, ik ben daar ook ontzettend blij mee. Maar om even terug te komen op Ongehoord Nederland. Want dit was nou bij uitstek een documentaire geweest waarmee Ongehoord Nederland had kunnen laten zien dat ze iets maken wat heel toegankelijk is voor een breed publiek. Hè? Wat niet per se in een politiek gekleurd spectrum zit of polariserend zou kunnen worden opgevat. Want zo wordt Ongehoord toch een beetje gezien, hè, binnen de NPO. En dan toch die afwijzing, terwijl het eigenlijk iets heel toegankelijks en mild is. Ja. Ja, vind ik ook. En wat nou de reden is dat NPO daadwerkelijk niet oké vond of goed genoeg vond of passend in NPO-programmabeleid om hier iets mee te doen. Of dat de reden erachter is dat ze een hak willen zetten met alles wat ze aanbieden. Ja, dat zal in het midden blijven. Dat weet ik niet. Ik wil het eerste fragment laten zien van een Duitse school die volgens het Sudbury concept werkt. Het is een Amerikaans concept, als ik mij niet vergis. Ja. Een Amerikaans concept wat ook in Nederland is. Daar hebben wij al eens een keer een reportage over gemaakt met Erwin Taams. Ik zal de link ook in de omschrijving erbij zetten, want ook wij hebben alles aandacht besteed aan dit schoolsysteem in Nederland en ook een aantal staatsvrije scholen. Maar deze Duitse initiatiefnemer is de man van Nena, die kennen jullie ongetwijfeld van 99 Luftballons. En zij waren heel erg op zoek naar een ander schoolsysteem en zijn uiteindelijk het maar zelf gestart. Unterricht, 45 minuten takt, pauzen und man darf nicht reden. Und zum Teil war es an den Privatschulen fast noch schlimmer, dass die Kinder nicht trinken durften während dem Unterricht und solche Sachen. Ne? Was für uns irgendwie ziemlich schlimm war eigentlich, ja. Und dann wuchs der Gedanke in uns, dass man irgendwie, das kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und dann hat meine Frau Interviews gegeben. Und in einem Interview hat sie gesagt, sie würde gern einen Ort schaffen für Kinder, wo sie frei sein können. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Was wir da machen, ist nicht gerade salonfähig in Deutschland. Ne? Also noch nicht, obwohl es für uns ganz normal ist. Dass Kinder selbst entscheiden über ihr Leben und selbst entscheiden, was sie lernen, wann sie es lernen und mit wem sie es lernen. Das ist für uns Demokratie. De kern, denk ik, van Subway-onderwijs is de, en dat heeft niet eens met school te maken, dat we kinderen beschouwen als volwaardige mensen. Het reguliere onderwijs ziet volgens mij kinderen als onvolwaardige mensen die gestuurd en geleid en gedaan moeten worden. Wij zien kinderen als volwaardige mensen. En we zien ook binnen de school dat kinderen vanaf 4 jaar... dat ze prima hun eigen keuzes kunnen maken, zelf kunnen bepalen wat ze doen. En als je kinderen gewoon met respect behandelt, dat ze zich ook heel verantwoordelijk gaan gedragen. Ja, fascinerend. Nena praat over democratie voor kinderen, om ze eigenlijk te laten leren met wie ze dat willen, hoe ze dat willen, wanneer ze dat willen. En deze man van de Sudbury School in Nederland zegt dat ook. Hè? Als je kinderen met respect behandelt en als volwaardige mensen, dan kunnen ze zich heel verantwoordelijk gedragen. Ik geloof dat ook. Ik heb zelf ook kinderen. 2, 1 van 20 en 1 van 9. En Pelle de jongste die komt vaker met vriendjes binnen. En de kijkers weten dat misschien niet, maar er schuilt in mij nog steeds een heel groot kind. En dat wil ik ook zo houden. En ik vind het ook heel leuk om met kinderen op hun niveau te communiceren. En ook dat kind in mij weer
te laten zijn. Hè? Die belevingswereld van kinderen vind ik heel interessant. En als je, heb ik gemerkt, met kinderen op dat gelijkwaardige niveau omgaat en in dezelfde dimensie zit als het ware, dan ontstaat er ook heel veel gelijkwaardigheid en wederzijds respect. En ik vind dat heel interessant dat deze man dat ook vertelt. Hè? Als je kinderen dus met respect behandelt en dus eigenlijk serieus neemt in wat ze zijn of hoe ze zich gedragen, dat ze ook verantwoordelijkheid terug gaan geven. Maar ik denk ook dat er een hoop ouders zijn die dat heel eng vinden en denken, ja, maar het zijn maar kinderen. En we moeten ze toch wel echt vertellen hoe het allemaal zit. Dus die school kan dat wel vinden, maar zullen de meeste ouders ook zo kijken naar kinderen? Dat denk ik niet. Ouders zijn natuurlijk heel beschermend, hè, van boven. Dat merk ik zelf ook als vader. Je wil je kinderen in goede en de juiste paden leiden. Maar dat zijn niet altijd de juiste paden. Want de kinderen moeten zelf hun eigen keuzes maken. En wij denken dan als volwassenen van dit kan helemaal niet. Ze hebben helemaal niet de leeftijd, de levenservaring om die keuze te kunnen maken. Maar er is natuurlijk een andere mening. En die laten we hier inderdaad onder andere zien bij de Sudbury School daar. Dat kinderen dat wel degelijk kunnen. Zolang je ze respecteert in wat zij willen, hoe zij dingen ervaren en daarin loslaat. Dat is heel, heel belangrijk. Want heel veel ouders durven hun kinderen niet los te laten. Alles moet gestuurd worden. Dat doet het schoolsysteem ook. Alles moet geregisseerd worden van bovenaf. En op het moment dat je die druk weghaalt, vandaar die titel onderdrukt, dan geloof ik dat mensen gaan floreren. Dan komt er ruimte vrij in dat hoofd. En dan kunnen ze gaan doen wat ze zelf willen, hoe ze zelf voelen dat ze dingen moeten doen en hun eigen weg kiezen. Ja, maar ik heb een klein beetje het idee dat we hier te maken hebben met hetzelfde mechanisme van een hond die niet goed opgevoed is en dat het vaak het baasje is waar het probleem zit. Zeker. Want we gaan vaak naar een gedragsdeskundige met de hond, maar vaak zit het precies andersom. Is dat niet hetzelfde met kinderen en ouders? Hè? Want als je het schoolsysteem wil hervormen, maar de ouders zijn daar helemaal niet klaar voor, dan hebben we best nog wel een probleem. Dat klopt. Maar er is natuurlijk ook een reden dat ouders daar niet klaar voor zijn. Want die hebben zelf ook dat schoolsysteem doorlopen in hun schooltijd. Ja. En hun ouders ook. Dus dit wordt van generatie op generatie doorgegeven dat dit de manier is waarop je dat moet doen. En hoe dat moet en hoe dat hoort. En dat is een probleem, om dat te doorbreken. En er zou eigenlijk is ergens iemand moeten zijn die zou zeggen van, nou, denk eens na, klopt dit wel allemaal? Van wat je zelf hebt meegemaakt, wat je zelf hebt geleerd, is dit wel het juiste systeem? En ik hoop met deze documentaire daar een verschil in te maken. Dat mensen het bekijken en denken van, ja, misschien heeft hij wel een beetje gelijk hierin. Maar wie gaat hier nou over in dit land? Wie bepaalt nou eigenlijk dan wat het systeem is? En wie zou hier aan de knoppen kunnen draaien? Want je kan hier 1000 documentaires over maken. Maar wie zijn nou eigenlijk de mensen die in de invloedssfeer zitten om dit te veranderen? Nou, je zei in eerste instantie zou je zeggen de overheid. En die bepaalt natuurlijk het beleid en het curriculum van bovenaf. Maar dat is een systeem wat de afgelopen 250 jaar niet veranderd is. Ik bedoel, die schooltjes met al die stoeltjes achter elkaar in treintjes is nog hetzelfde als 250 jaar geleden. En die overheid die gaat dat niet veranderen. Dus die verandering die moet komen van binnenuit. Dus daar moet ook een beweging op gang komen. En ik denk vanuit het onderwijs zelf. En er zijn heel veel mensen waarmee ik gesproken heb binnen het onderwijs, docenten, die zeggen van ja, wij begrijpen dit wel, wij willen wel, maar wij kunnen niet. Wij hebben regeltjes. Er komt een onderwijsinspectie die ons voorschrijft, per week moeten we zoveel uur dat vak geven. Per jaar zoveel uur. Op die datum moet er een examen worden afgenomen. Die tijd is er weer een toets en dan moet je dat gedaan hebben. Het is heel rigide wat ze hebben voorbereid. En op het moment dat mensen vanuit het onderwijs zeggen van, oké, dit gaan we anders doen. En die scholen zijn er. Ik heb nog genoeg materiaal liggen om er een deel 4 van te maken. Deel 4, want we hebben het nu over deel 1 en 2, hè? Ja, maar er is nog een deel 3. Deel 3 gaat over, even een zijstapje, over de Summerhill School, de oudste democratische school ter wereld in Engeland. En deel 4 is goed voor dit materiaal, waarin mensen uit het onderwijs zelf zeggen van, oké, wij gaan met de kont in de krib. En wat die onderwijsinspectie ook zegt, en dat komt vanuit schoolbesturen, en die mensen heb ik ook gesproken, wij gaan dit anders doen. En die regeltjes die jij ons oplegt als overheid, die pareren we eventjes. En ga er maar wat aan doen. Want wij kennen die kinderen. Wij weten hoe ze zich voelen. Wij weten hoe we dit willen doen. En hoe deze kinderen het best kunnen floreren. Dus dat is denk ik
de eerste stap vanuit het onderwijs zelf. Ja, nou, ik hou me warm aanbevolen voor deel 3 en deel 4 op Blackbox. Wie weet gaat dat nog gebeuren. Maar je had het al over dat het bottom-up moet gebeuren. We hadden al voorbeelden gezien van die Sudbury School. Ja. Maar er is ook in Roermond een Agora-school. En daar doen ze eigenlijk ook al heel erg out of the box dingen met kinderen die ik niet voor mogelijk had gehouden. Kinderen zijn bij ons eigenlijk hun eigen projectschrijvers. Dus ze komen zelf met een onderwerp. En dan gaan ze samen met anderen ook kijken van hoe gaan we dat onderwerp uitdiepen. En dat kan echt van alles zijn. Ik heb nu een leerling die is bezig met het ontwerpen van een eigen huis. En dan met anderen kwam hij erop dat hij ook wilde kijken hoe kunnen we dat huis nu zo duurzaam mogelijk maken. En eigenlijk ook zelfvoorzienend maken, dat huis. En dan op die manier proberen we samen een beetje diepgang aan te brengen. En hoe verder dat een leerling in het traject komt, hoe meer dat die diepgang komt en hoe meer dat die specifieker gaat werken richting wat hij eigenlijk wil. Ik kan zelf kiezen wat voor iets ik wil leren. Bijvoorbeeld, ik heb een tijdje iets gedaan over pixel art, want ik was daar heel nieuwsgierig naar. Want ik had daar hele mooie dingen over gezien. En toen heb ik voorbereidingen gedaan en ik was helemaal enthousiast. Zo'n kans heb ik niet echt op een andere school, volgens mij. En hier leer je wat je wil eigenlijk. En niet per se wat je, ja, wat moet. Zo ga je stapje voor stapje heel gericht toewerken naar een plan. Hè. En dat zou zomaar in de toekomst het diploma kunnen zijn. Maar het zou ook wel eens kunnen zijn... Ik denk meer zelfvertrouwen, of ik ben wat zelfverzekerder, of ik heb geen faalangst meer, of ik heb goede tools gevonden om met mijn dyslexie om te gaan. Of ik ben een completer persoon geworden. Of ik kan beter in een groep opereren. Of ik durf nu in één keer te presenteren. Allemaal vaardigheden die in een traditionele schoolcultuur veel minder aan bod komen. Ja, prachtig. Een school. Ik noemde het net de Agora. Maar het is de Agora school in Roermond. Ja. Die zich vooral focust op de ontwikkeling van de persoon met zijn vaardigheden om in de samenleving succesvol te kunnen worden. Ik sta daar 100% achter, achter die filosofie. Maar je zou toch ook denken, ja, je moet wel bepaalde dingen ook beheersen, zoals wiskunde en taal. Horen er niet ook gewoon heel traditioneel klassikale elementen bij zo'n school? Of kun je dat maar gewoon helemaal loslaten? Ja, ik denk dat je het los kan laten. Wat daar gebeurt bij Agora, ze hebben op het moment dat je van een lagere school komt, hebben ze niet dat vakkenpakket wat je in de brugklas krijgt. Zij hebben, zoals we dat noemen, challenges. En die challenges die bepaal je zelf als leerling. Wat wil jij leren? En ik heb al gesproken met mensen die zeiden van, een jongen die zei van, nou, ik wil beroepsgitarist worden. Nou, in een normaal traditioneel onderwijs doe je maar in je vrije tijd, ga maar lekker hobby of zo. Daar wordt dat gefaciliteerd, want de coach en niet de leraar, want ze hebben coaches daar. Die coaches die gaan op zoek, als jij dat wil, naar mogelijkheden om dit te onderzoeken of dit bij jou past. Dus die gaan naar iemand die in een band speelt, een opnamestudio, een boekingskantoor, om te kijken wat je dan doet. Wat er dan gebeurt, is als dat project is afgerond en er staat ook geen bepaalde tijd voor dat dat moet afgerond zijn, ga je een presentatie houden. En dan komen de elementen erbij die je in een traditioneel vakkenpakket vindt. Bijvoorbeeld, als we een presentatie hebben gedaan, nou, Nederlands natuurlijk één. Maar je zou kunnen denken, van ga die presentatie in het Engels doen. Dan heb je gelijk die Engelse vaardigheden om dat te gaan doen. Soms komen er wel in zo'n presentatie, komen daar grafiekjes en dergelijke bij. Ga je wiskunde integreren. Dus al die dingen die je daar kunt doen en al die traditionele vakken die wij als los onderdeeltje in dat onderwijssysteem zien, die kan je integreren in iets anders. En dat is wat ze daar doen. En dat vind ik heel mooi in dit systeem. Ja, het interessante is aan wat jij nu vertelt, komt een beetje overeen met hoe ik later in het leven autodidactisch dingen ben gaan leren. Want ik ben ook helemaal niet, ik ben niet hoog opgeleid. Maar ik ben echt een ondernemerstype. En dan wilde ik bepaalde dingen bereiken. En dan merkte ik bijvoorbeeld van ja, dat ik met Excel moest werken. En daar had ik helemaal geen ervaring mee. Maar ja, als je iets moet maken in Excel, dan leer je dat. En zo heb ik mezelf allerlei vaardigheden wel geleerd. Maar ik heb wel altijd het gevoel gehad van, oh, nu snap ik waarom dat vroeger op school gedoseerd werd. Omdat je dat later in het leven misschien een keertje nodig hebt. Terwijl je dat
op jonge leeftijd eigenlijk helemaal niet zo leuk vind. Dus ik heb soms wel gedacht van ja, ik mis misschien bepaalde basisskills die ik dan ja, later zelf maar moet gaan uitvinden. Het wiel eigenlijk moet gaan uitvinden. Ja, maar dan heb je het over intrinsieke motivatie. Jij denkt van jezelf, oké, die skills kom ik tekort, dus die ga ik leren. En dan ga je het leren omdat je het zelf wil leren. Ja. En dat is natuurlijk de key in dit. En niet omdat je het moet leren. Omdat iemand anders heeft bepaald dat dat goed voor jou is of voor je ontwikkeling. En dat is het hele ding. En het derde deel, die jij nog niet gezien hebt, dat gaat dus over de Summerhill School in Engeland. De oudste democratische school ter wereld. Ik ben daar geweest. Voor mij was dat een soort van holy ground om daar te zijn. Het ligt daar in Sussex, echt in de country, een soort country house. Kinderen van overal ter wereld komen daar. Die zijn vastgelopen in het systeem. Dus ook ouders uit Japan, die daar kinderen zijn vastgelopen, die verhuizen naar Engeland om dit onderwijs voor hun te kunnen faciliteren. En wat je daar ziet is, kinderen zijn niet verplicht om die lessen te volgen. Als jij daar een jaar lang onder een boom een stripboek wil lezen, dan kan dat. Dan doe je dat. Want op een bepaald moment heb je het stripboek wel gezien en ga je naar een coach vragen van, is nog iets anders, vanuit je eigen intrinsieke motivatie. Dus dat hele systeem, wat wij hier denken van, je moet er bovenop zitten en je moet dit leren en je moet je examen gaan halen en dat diplomaatje, dat is daar helemaal niet. En mensen denken hier, dat kan helemaal niet, want er komt er niks van de jongeren terecht. Daar geloof ik helemaal niks van. Dit systeem heeft wel bewezen dat dat niet zo is. Ja, ik denk dat, Ik denk dat als ik mijn kind een jaar lang een stripboek zou zien lezen onder een boom, dat ik wel een klein beetje zou denken van, goh, komt dat wel goed? Het heeft ook dus heel erg met vertrouwen te maken, begrijp ik hier. Tuurlijk heeft het met vertrouwen te maken. En dat is een stukje vrijheid. Want het stukje vrijheid, dat laat toe dat die intrinsieke motivatie op gang komt. En dat stripboek waar je het over hebt, waarom zou je niet gaan kijken van, waar gaat dat stripboek dan over? Misschien is het wel een onderwerp waar veel meer interesse in zit vanuit een kind, waardoor je dat verder kan ontwikkelen. Ja, als ik er nu zo over nadenk, dan merk ik zelf, hè, want ik ben dus heel erg vrije jongen en ik ben wars van autoriteit en van ik ben heel autonoom. En ik heb zelf dus twee kinderen, maar ik ben uiteindelijk naar mijn kinderen toe ook wel een beetje traditioneel en streng. En omdat ik dan denk van ja, hè, discipline en dat soort dingen. En mijn oudste zoon, die is dus 20 jaar en die heeft best wel lang geworsteld met school. Ging ook naar een Montessori college in Amsterdam. Dat leek helemaal niets voor hem, want daar had hij alle ruimte en hij deed helemaal niets. En hij ging terug van VWO naar HAVO, naar MAVO. En ik heb me heel lang zorgen gemaakt. En ik heb echt altijd gedacht van ja, hij had gewoon naar een hele strakke school gemoeten. In de schoolbanken, opdrachten, ja. En niet dat vrije onderwijs. En dan was het wel goed met hem gekomen. Maar bijzonder genoeg, op een gegeven moment ontdekte hij in zijn leven wat hij wilde. En hij wil heel graag iets gaan betekenen voor anderen. Hij wil graag een soort van jeugdhulpverlening gaan doen. En nu wil hij zelfs psycholoog worden. En nu zit hij op een opleiding daarvoor. En hij gaat als een raket. En ik had dat nooit verwacht. Ik had best wel zorgen erover. En ik zie dus die intrinsieke motivatie bij hem. Ja, en ik heb dat wel ervaren als een wondertje van wauw, dat komt dan toch wel goed met zo'n jongen als die zelf het aanknopje weet te vinden. Dus als ik er nu zo met je over praat, dan denk ik van ja, dat werkt dus wel. Maar als ouder heb je toch heel erg het gevoel dat je daar de hele tijd op moet sturen. Dat ik heb die valkuil dus ook. Ja, maar je wil die controle houden. Ja. En dingen gaan pas hun eigen gang als je beseft dat controle niet bestaat. Er is geen controle. En als je denkt van, het komt wel. Alles moet zijn eigen pad vinden. En zijn eigen weg. En wat je ook in deze documentaire serie ziet. Ik heb veel gebruik gemaakt van natuurbeelden. Ook wat gefilmd is onder andere in Canada en in Schotland, waar ik daarvoor geweest ben. En je ziet dat water steeds stromen. En dat is niet voor niks. Het zijn metaforen die erin verwerkt zijn. Want dingen moeten hun natuurlijke weg vinden. En je moet dingen niet gaan beknotten. Je moet geen dammen gaan bouwen. Dingen moeten zelf kunnen stromen. En dan gaat het goed. Zeno, in de documentaire komt ook het onderwerp burn-outs naar voren. Het schijnt zo te zijn dat er een hoop jonge mensen, scholieren, al burn-out verschijnselen hebben tijdens hun opleiding. Ook jouw dochter heeft daarmee te maken gehad. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Laten we even kijken naar dat fragment uit jouw documentaire over het thema burn-outs. Waarom krijgen zoveel jongeren een burn-out? En ik denk dat dat komt doordat we in het, zowel het
primair onderwijs als het middelbaar onderwijs niet bouwen aan, aan de persoonlijkheid van kinderen zelf. In mijn boek noem ik het kindermishandeling. En ik benadruk dat in de tekst ook, dat ik het ook echt kindermishandeling vind. Dat we de ontwikkeling van de wil, dus de ontwikkeling van de motivatie, van waar ga ik nu voor, waar sta ik voor, dat we dat stuk totaal negeren in het onderwijs. Ja, hoogleraar filosofie Jan Brandsen, die dus een boek heeft geschreven over het schoolsysteem en eigenlijk het negeren van de persoonlijke ontwikkeling. De vraag, wat wil ik nou als kind, kwalificeert als kindermishandeling. Dat is nogal wat. Maar jij hebt aan de lijve ondervonden wat dat met jouw kind heeft gedaan. Want jouw kind, jouw dochter, heeft een burn-out gekregen. Ja. Dat moet heftig zijn als ouder om dat mee te maken. Ja, is ook heftig. Wat ik al eerder vertelde, je treft een kind aan die zo ongelooflijk bezig is met leren onder druk van het systeem, die om maar een tijdspanne even te schetsen, die kwam uit school, ging gelijk door met leren voor de volgende dag en dat tot 12 uur, 1 uur 's nachts. De volgende dag stond ze soms om 6 uur op om weer dat school te gaan doen. In het weekend ook. Dus die was alleen maar 24 uur per dag bezig met school. Met je slapen dus door. En maar leren. Om het maar in het hoofd te krijgen. En dat geeft ook wel aan, omdat je daarop wordt afgerekend. Het gaat alleen maar om materiaal op die harde disk, op die harde schijf te zetten. En het weer eraf te halen. Het is input, output. Dus hoeveel kun jij plaatsen in die harde schijf op je hoofd, binnen een bepaalde tijd. Dat is het schoolsysteem. En als je het goed bekijkt, wat heeft dat nou met leren te maken? Ik denk heel weinig. En daarom denk ik dat het belangrijk is om daar eens te gaan nadenken van, is dit wel de manier? Moeten wij niet meer gaan werken aan inderdaad om te ontwikkelen van je persoonlijkheid? En wat verder ook in de documentaire zit, is life skills. Nou, wat versta je onder life skills? Dingen zoals bijvoorbeeld, wat er ook in genoemd wordt, is je gaat op jezelf wonen. Hoe moet ik mijn verzekering afsluiten? Hoe moet ik bijvoorbeeld mijn autorijlessen gaan leren en dergelijke? Belasting betalen, hoe werkt dat dan? En belastingaangiftes. Life skills worden niet geleerd op school. Het is alleen maar potje eten koken. Ook heel belangrijk. Ja. Was het in het geval van jouw dochter niet eigenlijk gewoon heel simpel dat ze zat op VWO, had zij niet gewoon de HAVO moeten afmaken? Was het dan niet gewoon goed gekomen met haar? Ja, dat hebben we ons als ouders natuurlijk heel vaak afgevraagd. Hè? En ook tegen haar gezegd van, joh, ga nou lekker HAVO doen. Dan hoef je niet zo hard eraan te trekken. En dan kom je daar waarschijnlijk wel goed doorheen. Dus had dat goed geweest? Ja, zeker. Achteraf absoluut. Maar ze wilde het zelf niet. Van nee, ik moet en ik zal dit gaan doen. Voor zichzelf bepaald. Want op het moment dat ik dit niet doe en ik haal die VWO 6 niet, dan heb ik gefaald. Dus die druk van het falen, dat speelt ook heel erg mee. En dat komt ook vanuit het systeem. Want je wordt natuurlijk continu, wordt iedereen over diezelfde lat gemeten. Iedereen moet dat maar halen. En dat is echt een kern van dit probleem. We hebben het nu gehad over het schoolsysteem in relatie tot het kind. Er is ook nog zoiets als het schoolsysteem in relatie tot het kunnen presteren als leraar. Want leraren worden ook in een systeem geketend wat betreft de speling die ze hebben om op een bepaalde manier te doseren. En ja. In jouw documentaire ben je ook naar Finland afgereisd, onder andere ook naar Zweden. En daar hebben ze een heel ander systeem. En daar mogen de leraren met veel meer vrijheid bepalen wat ze in hun klas doen. En dat is interessant om eens naar te kijken. In the Finnish culture, teachers are highly valued. And like many basically all the parents are trusting the teacher and we have really autonomous system, so basically the teacher can decide how to teach, what to teach. We can make our own plans according to how we feel that we want to work and what suits the class that we work with.
I'm motivated to do this profession when I know that I have quite a lot of autonomy to choose what type of teaching methods, what type of teaching materials, what type of different exams or assessment types I use in my classroom. And I get the trust from the Finnish society, I get the trust from my colleagues and the trust from my headmaster that, of course, he is doing the best he can with this autonomy given by the Finnish system. We don't have to show or make any lesson plans unless I want to for myself. Of course, we follow the curriculum, that's for sure. But like I said, that it's not very precise. It's not like in fifth grade this week I have to teach this thing. It doesn't say anything like that. It just says what topics need to be covered in the fifth grade. Ja, mooi. Er zijn vele wegen naar Rome, want je kan het dus helemaal loslaten, uit het kind laten komen. Deze mensen geven wel nog echt les, maar hebben dan zelf weer de vrijheid om les te geven op de manier zoals zij het leuk vinden. En dat werkt blijkbaar ook. Het werkt absoluut. Het Finse systeem kwam ik eigenlijk op het spoor toen ik ooit een videoclip ging opnemen in Lapland. Er was een Nederlandse gids en die zei op een bepaald moment van nou, ga even je eigen gang, want ik moet mijn kinderen van school halen. En toen keek ik op de klok en dat was nog voor 12. Ik dacht, kinderen van school halen, hoe zit dat dan? En die ging vertellen over dat Finse onderwijssysteem, hoe dat werkt. Dat het aantal uren totaal anders is ingedeeld dan in Nederland. En daar ben ik me toen in gaan verdiepen. En ik ben daar in contact gekomen met Pasi Saalberg, die ook in deze documentaire te zien is. Hij is de onderwijspaus eigenlijk overal ter wereld. Hij reist de hele wereld rond om ministerie van onderwijs in allerlei landen advies te geven over inrichting van het onderwijssysteem. Op dit moment is hij visiting professor op de universiteit in Sydney in Australië. Hij heeft ook op Harvard lesgegeven. Dus deze man is echt een autoriteit op dat gebied. En die heeft een boek geschreven en dat heet In Teachers We Trust. Nou, dat zegt eigenlijk alles. Daarvoor, en dan hebben we het over de periode voor de jaren 90, wanneer dat eigenlijk veranderd is, had die overheid een hele grote vinger in de pap in dat Finse onderwijssysteem van, net als in Nederland, curriculum moet je volgen, dit zijn je aantal uurtjes per week, per jaar. En toen hebben ze dat losgelaten. Ze hebben toen gezegd van, degene die het beste weten wat er functioneert in de klas, en dat kan variëren per provincie, per stad, per klas zelfs, dat mag die onderwijzer zelf bepalen. Want die kent die kinderen het best. Die weet precies wat er leeft. En ze hebben daar een curriculum, zoals deze dame al aangaf. Dat is er wel, maar dat is niet strikt. Daar staat alleen, deze vakken moet je onderwijzen. En op het moment dat een klas na een paar keer wiskunde dat misschien wel snapt, zeg je, oké, we gaan dat anders indelen. We geven dat misschien maar een uurtje per week of een uurtje in de twee weken. Naar gelang de behoefte van die leerlingen en die klas. En dat is iets heel anders dan voor gaan kouwen voor iedereen in het land hoe het moet. Toch wel interessant, hè? Want als ik het dat nu zo hoor, dan is het eigenlijk een keten van wantrouwen in elkaar. Hè? Ouders die hebben niet het vertrouwen dat hun kind doet wat hij moet doen als er geen strenge regels zijn. Maar de inspectie heeft weer niet het vertrouwen in de leraar dat hij het goede doet als er niet hele strenge kaders zijn. En zo houdt iedereen elkaar eigenlijk gegijzeld in een keten van wantrouwen. Terwijl als je die cirkel doorbreekt en je geeft dat vertrouwen terug, dat zie je dus bij die Sudbury School, dat zie je bij die Agora School, dat zie je dus nu in het Finse systeem, dan gaat iedereen kennelijk boven zichzelf uitstijgen. Vertrouwen lijkt de sleutel, als ik het zo zie. Ja, vertrouwen is de sleutel. Zeker in Finland. Dat hele thema in Teachers We Trust. Een probleem ook met Nederlandse onderwijzers. Die willen vaak wel, maar die hebben continu hun eigen rector boven zich, het eigen bestuur van de school. En daarbij weer de onderwijsinspectie. Die gaat vertellen hoe ze het moeten doen en op wat voor manier. En ik denk als je het Finse systeem gaat volgen, wat niet helemaal kan, want het is cultuur gerelateerd dit. Maar dan kun je mooie dingen doen. Wat je bijvoorbeeld ziet, dat is een gevolg van Finland, dat behalve dat leraren aanzien hebben, is het ook nog zo dat je wordt niet zomaar leraar in Finland. Het is een universitaire studie die gelijk staat aan bijvoorbeeld chirurg of piloot. Op dat level staat dat. En zo op dat level worden ze ook betaald, die mensen. Dus die hebben aanzien daar. En als je kijkt wat er in Nederland gebeurt, ik zie het bij mijn eigen dochters,
Die komen dan thuis van, als ik vraag, hoe was het op school? Ja, we hebben een nieuwe leraar, economie bijvoorbeeld. Maar die leraar, die kende ik al. Ik zeg, oké, heb je die vorig jaar dan gehad? Nou, 2 jaar geleden wel, maar toen was het nog een leerling. Nou, dat is natuurlijk een heel ander probleem waar deze documentaire niet over gaat. Het lerarentekort. Maar het wordt ingevuld met mensen die misschien helemaal niet competent zijn om iets te gaan geven. En in Finland is dat wel zo. Die hebben een enorm aanzien en zijn daarvoor opgeleid. Ja, maar in Finland vinden leraren het ook leuk om te doseren. Ja. Blijkt in jouw documentaire. Omdat ze de ruimte hebben om er zelf een beetje een eigen touch in te leggen. En dat plezier is veel minder als je gekaderd wordt. Want in Zweden, dat is in jouw documentaire mooi te zien, is er een tekort aan leraren, in Finland niet. Dus die vrijheid om zelf het te mogen invullen zorgt ook voor een aanwas aan goede kwalitatieve docenten dus. Absoluut. Kijk, in Nederland wordt er van alles geprobeerd. Hè. Ik zag laatst een publicatie over wat leraren verdienen met een startsalaris en dan een wat salaris als je verder bent. Dat is niet mals. Dat zijn uitstekende salarissen, maar toch weten ze het niet in te vullen. En toch zijn mensen helemaal niet gemotiveerd om leraar te worden. En als je dan mensen spreekt, bijvoorbeeld opleiders bij de PABO, die zien dat in het eerste jaar heel veel mensen die denken ik word leraar, die vallen af. En de volgende generatie die er wel doorheen gaat, die valt af op het moment dat ze daadwerkelijk als leraar voor die klas staan. En dat heeft naar mijn mening allemaal te maken met het inperken van die vrijheid en niet kunnen doen wat jij zo graag zou willen doen. Ja, het thema vertrouwen is nu al een paar keer genoemd. Ik noemde al de keten, hè, de ouder naar het kind toe, de inspectie naar de leraar toe. Maar er is ook zoiets als die leerplicht vanuit de overheid naar de ouder toe. Hè, dat jij je kind ook daadwerkelijk naar school laat gaan. Ja. Het idee van we gaan bijvoorbeeld eens een jaartje weg met een kind is in Nederland, als er leerplicht is, een probleem. Want dan moet je je kind zowat uitschrijven uit de burgerlijke stand, want anders overtreed je de wet. Dat is best een bizarre gedachte, hè? Dat je als ouder, als voogd, eigenlijk helemaal niet de baas bent over je eigen kind. Want jouw kind moet naar school, anders dan overtreed je de wet. Ja, ja, dat is een dingetje. Een hoop mensen staan daar volgens mij niet zo bij stil, maar Nee, leerplicht, dat is ontstaan in een tijd dat kinderen naar school moesten ter bescherming van het kind. Want anders gingen ze werken in de fabriek of moesten ze thuis op een broertjes of zusjes passen omdat de ouders moesten werken. Vanuit die tijd komt het. En dat is ook begrijpelijk om het kind te beschermen. Maar tegenwoordig, als je het los zou laten, gaan kinderen nog steeds verplicht naar een fabriek? Nou, ik denk het niet helemaal. Je zegt eigenlijk, het is een goed idee voor de tijd waarin het ooit is ontwikkeld, maar het is nu overbodig, die leerplicht. Ik denk dat het totaal overbodig is. En die druk zit er continu achter, want je moet door die leerplicht, je moet naar school. Dus eigenlijk is de leerplicht is een aanwezigheidsplicht. Want leerplicht zou zeggen van het is een plicht om te leren. Maar je kunt niet iemand verplichten om te leren, want leren is intrinsieke motivatie. Dus het is meer een aanwezigheidsplicht. Je moet zoveel uren per week, per dag op die school zitten. En daar gaat het een beetje mis. Die leerplicht is iets achterhaalds. Ja. In jouw documentaire zit een passage die ik zelf heel erg interessant vond. Heel veel vond ik interessant, maar deze specifiek, ik heb hem voor het laatst bewaard. En het is namelijk een scène waarin wordt uitgelegd wanneer het echte klassikale onderwijs is ontwikkeld in het Pruisische Rijk, de voorganger van Duitsland, wat destijds een dictatuur was en waarbij kinderen eigenlijk in een klas werden getraind om hun eigen wil te ontnemen en gehoorzaam te zijn. Het is best wel een beetje sinister om te zien, maar laten we daar eens even naar kijken. Zeker toen de leerplicht kwam, was het ook gewoon heel erg handig om al die leerlingen samen met één docent te kunnen hebben in een klas. Dus dat we van individueel onderwijs overgegaan zijn op klassikaal onderwijs. Dat is nog best goed te begrijpen als iets wat past bij als je onderwijs aan iedereen gaat geven. Ik denk als je in de geschiedenis kijkt, het eerste moment dat het klassikaal massa-onderwijs werd. Dan moeten we terugkijken naar Pruisen rond het begin van de 19e eeuw. Toen is een onderwijssysteem opgezet in Pruisen voor de behoeftes van de Pruisische dictatuur in feite. Pruisen had behoefte aan gehoorzame soldaten, arbeiders en ambtenaren. Der Zweck der Erziehung besteht darin,
den Kindern den freien Willen zu nehmen, um es für den Rest ihres Lebens unmöglich zu machen, anders zu denken oder sich anders zu verhalten, als es ihre Lehrer beendet haben. Ja, en ik ga hem even vertalen. Het staat hier ook in beeld. Het is de taak van de leraar om kinderen hun vrije wil af te nemen, om het de rest van hun leven onmogelijk te maken anders te denken of zich te gedragen dan hun leraren hebben bepaald. Aldus Johann Gottlieb Fichte, een Pruisische filosoof. Ja, heftige tekst. Ja, duister, hè? Ja. Als dit de grondslag is van het klassikaal onderwijs, waarbij kinderen eigenlijk niet meer vrij denken, niet meer creatief zijn, maar eigenlijk gewoon doen wat wordt opgedragen, oftewel bevel is bevel, dan zou je je kunnen afvragen of we niet helemaal op een dwaalspoor zijn terechtgekomen. Ja, deze uitspraak gaat verder, hè? Het is een tweede deel van deze quote van deze man, waarin die zegt, op het moment dat we dit systeem, zoals hij dat beschrijft, volgen, dan zijn er binnen twee generaties, hebben we geen politie meer nodig en geen rechterlijke macht, omdat iedereen toch wel luistert. Dat was de hele opzet van dat systeem. En je zou zeggen van ja, maar dat is lang geleden, het systeem, dat kan misschien wel zo zijn, maar dat doen we tegenwoordig allemaal niet meer. Maar het heeft wel een vervolg gehad. Want op een bepaald moment ging Horace Mann, Amerikaanse onderwijshervormer, waarop het eigenlijk hele Amerikaanse systeem gebaseerd is, die kreeg lucht van dit systeem in Pruisen. Die is naar Duitsland of Pruisen afgereisd. En die dacht, hé, dit is zoals het moet zijn. En dat is ook de oorsprong, die heeft het gekopieerd van het Amerikaanse onderwijssysteem. En dat is verder gaan rollen in de tijd, in het begin van de 20e eeuw, met de grote industrieel Rockefeller, die heel veel scholen heeft gefund met zijn enorme bak geld, om het zo maar te zeggen. Maar die had er natuurlijk ook belang bij. Van Rockefeller die had zijn tentakels in allerlei industrie. Dus voor hem was het belangrijk dat daar mensen of kinderen werden opgeleid die inderdaad geen vragen stelden, maar gewoon gingen werken in die fabrieken. Dus van daaruit is dat wel doorgerold, dat systeem. Als je dan dit ziet en deze tekst in je opneemt en je kijkt naar de afgelopen 3 jaar wat er is gebeurd, waarin mensen zoals jij en ik ons regelmatig de vraag hebben gesteld, hoe kan het nou dat mensen bijna willoos als lemmingen de afgrond in lijken te lopen en niet reageren of opstaan? Dan zie ik hier toch wel heel erg een soort conditionering van de geest. Dat je eigenlijk gewoon doet wat je gevraagd wordt. Dat je een opdracht uitvoert en dat je niet twijfelt. Zit hier misschien een kern in van hoe onze samenleving zich heeft ontwikkeld, waarin mensen eigenlijk geen vragen meer stellen en eigenlijk meegaan in het systeem? Ja, ik denk het wel. Het is een grote vraag en ik weet dat jij die misschien ook niet zomaar kan beantwoorden, maar ik stel hem toch. Het zit wel embed in het systeem. Als je kijkt naar de onderwijswetten van 1806, daar staat letterlijk in dat het systeem is ingericht om brave, of het werd anders genoemd, het werd loyale burgers voor de maatschappij, wordt het erin beschreven, op te leiden. Ja, wat is een loyale burger? Een loyale burger is iemand die luistert naar wat hem gezegd wordt en niet zoveel vragen stelt. Dus het heeft in al die jaren onderwijs en ontwikkeling van onderwijs, als je kijkt naar waar dat begonnen is, en dat kun je zien als het Pruisische systeem, ja, het zit er wel in. Als jij in de positie zou zitten om het onderwijssysteem radicaal te hervormen, wat zou je dan doen? De kern is mensen autonoom laten zijn. Zelf kunnen laten beslissen wat ze willen leren, hoe ze het willen leren. Dat is de kern van alles. Laat dat los, alles wat moet in het curriculum. Want de hele maatschappij verandert. Je moet tegenwoordig hele andere dingen leren, met het oog op toekomst en veranderingen, dan wat 150 jaar geleden bepaald is. Dus geef mensen die vrijheid, geef onderwijzers die vrijheid, geef leerlingen die vrijheid om hun eigen keuzes te kunnen maken en laat ze dat zelf uitzoeken in plaats van alles maar te moeten besturen en te moeten monitoren. Ja, dus maar zou er dan nog een systeem zijn? Want je hebt natuurlijk nu nog steeds scholen met klaslokalen, hokjes, stoeltjes, bankjes. Ja. Die hele infrastructuur die is zo gemaakt. Moet die dan ook veranderen? Moeten de fysieke scholen ook van vorm veranderen? Of zeg je, nee, het gaat echt om wat er in die klaslokalen gebeurt?
beide. Natuurlijk moet die fysieke school veranderen. Want je zit altijd letterlijk en figuurlijk in die box. Tussen die vier muren. En als je out of the box wil denken, zul je ook die box uit moeten. En dat is wel een dingetje. En wat ook in deel 2 van Onderdrukt zit, is het Eurostad Lyceum in Kopenhagen. Daar hebben ze dat uitgevoerd. Die zitten er in een gebouw wat architectuurprijs heeft gekregen, want die zijn afgestapt van die boxjes maar. Ze hebben heel veel licht en ook heel veel rumoer eigenlijk. Hè? Enorm, enorm. Als je daar met name in de pauzes, als men gaat lopen, het is een heel hoog gebouw en dat geluid weer kaatst akoestisch aan alle kanten, dan zou je een beetje gek kunnen worden. Maar er zit er ook een meisje in op die school die zegt van ja, het kost je een week. Dan hoor je het niet meer. Want je brein kan dat filteren. Dan hoort dat gewoon bij. Net als wonen aan de snelweg. Op dat moment hoor je het niet meer. Maar zij hebben dus echt vanuit het ontwerp gezegd van nou, die scholen, die lokalen, die hebben ze in eerste instantie als overgang vanaf de basisschool, want die zitten nog steeds in het lokaal, hebben ze die transparant gemaakt. Dus het zijn glazen gevels eigenlijk bij elk lokaal. En na die eerste gewenningsperiode van die leerlingen, van oké, die transparantie, daar moeten we even aan wennen, maar nu kan het. Dan gaan ze naar een soort pots en die school heeft een soort, het ziet eruit als ufo's, het zijn rondjes met een paal. En daar word je gewoon als klas ingezet met een mentor en daar kun je wat gaan doen. En er zijn meer schoolsystemen die eigenlijk op die lees zijn geschoeid. En die denken ook vanuit het ontwerp van het gebouw, dat moet anders. Die klaslokalen, dat moet weg. Ga een andere vorm van architectuur verzinnen. En ga vooral die klaslokalen uit. Want buiten in die wereld, in de natuur, gebeurt er ook heel veel. En daar zit ook een stukje in van de Schotse hoogleraar Robbie Nicol. Die geeft place-based learning. En die zegt ook, we moeten die lokalen, die moeten we uit. Wat betekent dat, place-based learning? Dat elk onderwerp wat je zou kunnen leren zijn eigen plaats heeft om iets te leren. En dat het vooral niet dat klaslokaal is. Want op het moment dat je bijvoorbeeld een natuur in gaat, zie je hele andere dingen, maak je hele andere connecties. En het is niet alleen maar dat gedeelte natuur wat ik nu noem, maar het is ook de dynamiek in een groep, hoe mensen met elkaar omgaan, waar je heel veel van kunt leren. En zolang je maar in dat lokaaltje blijft en braaf blijven zitten en maar die leraar kijken die voor dat bord een verhaal staat te doen, dan leer je dat niet. Zeno, ik vond het echt super inspirerend om met je te praten. En ik vind het ook geweldig dat je het initiatief hebt genomen om met je eigen centjes en je eigen spulletjes een documentaire tweeluik te maken. Deel 3 en deel 4 zijn ook al in de maak. Dank voor jouw bijdrage aan de samenleving eigenlijk. Dat we hier het debat over mogen gaan voeren en elkaar misschien tot nieuwe inzichten kunnen gaan brengen. Aanstaande donderdag 16 november deel 1 van Onderdrukt en zaterdag 18 november deel 2. En ik zei het ook al eerder in de uitzending, zaterdag 25 november is Zeno ook aanwezig in de Black Box Meetup in Apeldoorn, waar we allerlei breakout sessies hebben en ook een geweldige avond nog met een DJ. Het is een prachtig programma met heel veel thema's, waaronder dus de paneldiscussie over het schoolsysteem met contraire denkers. Op de website kun je vinden welke denkers dat allemaal zijn. Je kunt daar dus bij zijn en kaarten bemachtigen. De URL staat nu onder in beeld. En ik zou zeggen, ga dus naar de documentaires kijken. Als je dan aanwezig bent, dan heb je ze gezien en dan kun je ook meediscussiëren. Dus erg belangrijk dat je ook kijkt naar de docu's en ze deelt. Mocht je een donatie kunnen missen, dan is dat ontzettend fijn, want alleen met jullie hulp kunnen we doen wat we doen, want we hebben geen subsidies en of staatssteun. En ik hoop je natuurlijk zaterdag 25 november persoonlijk te mogen begroeten bij de Black Box Meetup. En daar is ook Zeno aanwezig en daar bespreken we de prachtige documentaires van jou. Het wordt een interessante dag, denk ik. Ik kijk ernaar uit. Ik ben heel benieuwd naar de reacties van het publiek. Na het grote succes van de eerste Black Box Meetup stond één ding vast. Dit smaakte naar meer. Meer verbinding, meer verdieping, meer debat. En dat gaan we doen zaterdag 25 november. Hier in gebouw 055 in Apeldoorn. In deze grote zaal passen ruim 1000 mensen en zullen we plenaire talks doen met onder andere Alistair Overheem, Wim Hof, Matthias de Smet, Sjors van Houts, Maurice de Hond, Arnold Karskens, Igor Beuker, Raisa Blommestein, Chef Huybrechts en many more. Ja,
je zou bijna denken dat het om een Free Fight Gala gaat, maar niets is minder waar. Eerder een Free Thinking Gala, want naast de talks in de plenaire zaal zullen er ook breakout sessies zijn. Paneldiscussies in de andere ruimtes. En dat gaat over de grote thema's zoals de toekomst van de zorg, het schoolsysteem, mediacensuur en cancel culture, virus versus de terreintheorie, soeverein leven zonder belastingen, de eindtijd, de toekomst van het MKB, maar ook de uitslag van de verkiezingen komt aan bod en tot slot uiteraard een knalfeest die tot in de late uurtjes zal doorgaan met een bekende DJ. Zorg er dus voor dat je een ticket bemachtigt van het event van het jaar 2023 met meer verbinding, verdieping en debat. Everybody, everybody.